We hebben het hier over een club in betaald voetbal dat zou voetballen in een stadion en dat gewoon niet kan doen. En die daar dan wel de huur voor moet betalen. Ja? Vitesse kijkt kritisch naar de kosten. Ja? Dat betekent dat ze ook kritisch kijkt naar de vraag of het rechtvaardig is dat een verhuurder aanspraak maakt op 100% van de huur als een stadion 0% gebruikt kan worden. Hoe precair is de situatie? Kijk, die crisis heeft Vitesse gewoon heel erg hard geraakt. We moeten allemaal nog maar zien, hè, hoe het de komende maanden en misschien wel de komende jaren gaat. Dat weet niemand. Hè. Vitesse houdt gewoon rekening met verschillende scenario's. Wanneer mag er wel, wanneer mag er niet met het publiek gespeeld worden. En ja, dan heb je een range van mogelijkheden waar je rekening mee moet houden. En ja, dat leidt tot een grote voorzichtigheid aan de kant van Vitesse. Ja. Vitesse staat nog steeds open voor overleg, net als de afgelopen weken en maanden eigenlijk. En als dat niet lukt, als het niet tot een oplossing leidt, ja, dan wacht Vitesse gewoon op het vonnis. Dat komt volgende week dinsdag. En dan moet de rechter het maar zeggen.